Dit gebeurt eigenlijk altijd. Dit is Jeffrey's stapel. Dit is mijn stapel. Hoe kan dit? Goedemorgen. Welkom in het land van Eline en Geoffrey. Jeffy Nederland. Ik weet niet wat dat was. Goedemorgen. Ik kwam net uit de douche. Dat kun je waarschijnlijk wel zien aan mijn natte wilde haar. En dat ga ik nog even borstelen en een serum in doen. En dan gaan wij naar huis. En dan moet ik nog kasten dingen ophalen. Of zo'n soort sleutelhanger ding. Kastenhanger ding. Voor mijn ouders. En dan worden we opgehaald door mijn moeder. En dan gaan we Michiel's verjaardag celebraten. Met een lunch. Dus. Sexy. Ja. Dus. Are you ready to rock? Yeah! Yeah. Wow, je zit alweer in de trein naar richting Utrecht. Met mijn compagnon. En Mr. Koffer. Hoe heet die? Die draagt nu mijn hoed. Sorry. De koffer. Yeah. Rolly. Yeah, Rolly. Rolly, omdat hij altijd mee rolt. They see him rolling. They hate him. They hoping that they try to catch the Rolly Rolly. Het is Mr. Rolly. Het is Mr. Rolly. Mr. Rolly. Goed vrouw, hè? Heel goed vrouw. Nou ja. Tot zo. En ik ga straks even als soort van ontbijt, zeg maar. Bij Jeff hadden ze niet echt ontbijt voor mij. Dus ik heb gewoon amandelmelk opgewarmd. Dus ik had wel lekker warme melk, maar dan warme amandelmelk. En ik ga nu dan de salade eten van Emilia, die ik gisteren mee had gekregen. Echt super lief. Dus die ga ik lekker opvreten. En ja, dan zie ik jullie zo wel weer. Daag. Nou, we zijn weer thuis in de teringzooi. Ik ga nu heel snel een pakketje ophalen. Toen viel mijn lamp. Ik ga nu heel snel iets ophalen wat Stiefvader toen vergeten was. Dus dat is blijkbaar 4 minuten maar fietsen, dus dat is best snel. Dus ik moet nu gaan en dan komen ze straks ons ophalen. En ik hoop dat ze niet mee naar binnen gaan, want ik schaam me best over deze puinhoop. Ja. Yeah. Oké, okay, mijn ouders zijn er over een uur. So, let's fix this shit. Echt heel erg. Zo wil ik echt niet dat mijn ouders dit aantreffen. Kijk, overal staat gewoon wat. Het is echt heel erg. Ze kijken vlogs toch. Nu zien ze het zo. Ja, nou jammer dan. Dan weten ze in ieder geval dat we het hebben opgeruimd. Nou, als ze straks langskomen, denken ze... Oh, ze hebben het toch wel voor elkaar. Nu, als ze yeah. Het zo correct zijn. Oh, maar, dus dat is het voor. En ik hoop dat ik jullie straks een heel mooi na kan zien. Kan laten zien, dus... Let's do this. Nou, ik heb net alle was opgevouwen van wat er op het rek lag. En dit gebeurt eigenlijk altijd. Dit is Jeffrey's stapel. Dit is mijn stapel. Hoe kan dit? Je hebt gewoon 3 keer zoveel was als ik. Hoe kan dat? Ik weet het ook niet. Dit is altijd. Jeffrey heeft zoveel meer was altijd dan ik. Terwijl ik juist dacht dat ik meer, zeg maar... kleding dragen of zo, ja, ik weet niet. Jij draagt ook wel regelmatig je kiosk shirt en zo. Oké, okay, we zijn een uur lang vet snel gaan opruimen. Het is niet allemaal schoon, maar het ziet er een stuk beter uit. En ze zijn er, en dit is beter dan dat ze het aantreffen hoe het hiervoor was. Maar ze zien het waarschijnlijk wel terug in de vlog. Nou, we zijn aangekomen bij de bijna jarige Jobje. Met de Jess en de Arthur en de mama en de Geoffrey. En we hebben een cadeautje. En ik ga straks Michiel's reactie filmen. Voor Michiel. Ik vond het zo schattig. Jeff die vroeg van tevoren. Hoe schrijf je Michiel eigenlijk? This guy. Ik dacht van Maar hij heeft het goed geschreven. Daar gaat het om. Pak dat ding maar uit. Is iedereen aan het kijken naar het cadeau? Iedereen! Blijkbaar niet. Je filmt wel of niet? Ik film al, ja. Oh, nou, in ieder geval. Of niet? Blijkbaar moet ik reageren. Blijkbaar moet ik reageren. Meestal geef je wel een reactie. Oeh, nog meer inpakdingetjes. Getrolled. Je wordt echt super getrolled. Nog een. Hey! Wat wow, zal dat dit... zijn? Hey, Fanta! Hey. En laat maar aan. 1, 2, 3, 4, 5 meer. En drop de winkels. Serieus? Nee. Ah, serieus? Oh, ik doe prank, prank!
Weet je, ik heb een plantenverslaving, dus dat kan ik heel erg waarderen. Ja. Dankjewel. Hij heeft echt 40 lege flesjes op zijn kamer staan. Dus. Ja, nu is 6 erbij. This guy. Ben je er blij mee? Eigenlijk ook gewoon zeker. Jazeker. Eigenlijk ook gewoon voor de trolls gewoon 1 flesje cola tussen. Ja. Beste verjaardagscadeau ever, hè Giel? Ja, ik denk, dit kan niks overtreffen. Oeh, 20 kaarsjes op zo'n kleine taart. Wat een volwassen jongen. Ik ben nog niet eens jarig. Morgen ben je jarig. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoera! Je hebt die. Hoera! Doe maar een wens. Hoera! Heb je een wens? Maar mag niet zeggen, toch? Mag niet hard opwachten. Mag of niet? Dus komt er niet uit. Oké, weet je, ik heb niet zo'n hele grote longen, inhoud, maar... Ja! Iedereen heeft een stukje taart. En dit is mijn taart. Nou, we zijn nu bij Fennecker Lodge. Ik vind het wel een heel mooi logo, een nieuw Fennec. En het is hier best wel druk, maar ook wel heel mooi. We hebben hier zo'n coole lamp. Lekker hipster. En hier gaan we... Ze hebben vooral pannenkoek hier. En ze hebben ook vegan pannenkoek. Vegan pancake met banaan. En een beetje verbrand volgens mij, maar ja. Hoi, Jeff en ik die hebben echt best wel lang geslapen. Van, toen we thuis kwamen in de auto waren we al een beetje moe. En toen gingen we slapen en toen waren we echt tot... Tenminste, het is nu 9 uur of zo? 10 uur. Nou, en nu pas zijn we echt wakker. Ik ga denk ik nog tomatensoep maken of zo. En er is iets ergs gebeurd. Of nee, erg. Ik had dus leuk verteld aan jullie dat ik dat hoedje had gekocht. En daar was ik super blij mee. En die ben ik dus blijkbaar in de trein of iets vergeten. Maar hij is, tenminste we gingen thuis kijken en hij is hier gewoon niet meer. Dus ik ga een nieuw hoedje van 18 euro kopen. Ik vond het al heel erg duur voor een hoed. Maar nou moet ik er dus nog één kopen. Of nou ja, moet natuurlijk niet. Maar ik heb hem niet... Ik heb er niet voor niets 18 euro voor betaald, terwijl ik dat eigenlijk te duur vond. Dus, en het is echt... Ik ben al 2 jaar op zoek naar zo'n soort leuk zwart hoedje. En dan vind ik er eindelijk één die echt perfect is. En dan raak ik hem kwijt. Dus daar baal ik wel een beetje van. En ik hoopte ook dat ik hem nog even zou vinden, maar... Eigenlijk is dat niet gelukt. Want we hebben wel goed gekeken en zo, maar ja... En ik heb hem ook niet in mijn koffer gedaan en hij is ook niet hieronder. Dus heel erg jammer. Maar dus ik ga of morgen of zo, of binnenkort wil ik dan dat hoedje kopen. Maar ik baal er wel van. Nee. En nu ga ik denk ik eten maken. Het is wel vet laat, maar ik ga denk ik tomatensoepje maken. Want we hebben echt moeilijk veel tomaten op. En Jeff eet sowieso niet. Dus ik dacht, ik maak er gewoon een tomatensoepje van. En doe ik er courgette bij. En spaghetti. En Jeff die wilde ook. Tomatensoep. Duurde even. Dus dat ga ik nu maken. En dan zien jullie straks wat het eindresultaat. Nou, inmiddels is het alweer veel later. Maar het soepje is klaar. En het is nog best wel een grove soep. Maar daar hou ik wel van. Ik kon er ook met de staafmixer doorheen. Als we staafmixer hadden. Maar ja, ik zou het op zich nog koud door de blender kunnen doen. Om het zacht te maken. Maar ik vind het juist wel lekker als er stukjes in zitten. Dus, deze is voor jou. Yo, yoghurt. Ik eet geen yoghurt. Oh nee, want dat is niet vegan. Maar goed, goed verhaal. We hebben net tomatensoep gegeten. En het was lekker toch, lief? Ja. Ja. En ik heb naar Michiel gesproken. Want het is nu 2:30. En ik heb net... Of al een tijdje geleden, 12:20 of zo. Michiel gebeld. En Michiel is nu op dit moment jarig. Maar eigenlijk morgen pas helemaal jarig. Morgen ga ik zelf naar school. En misschien gaan we dus met z'n allen uit eten. Voor Michiel's verjaardag. Dus dat is heel leuk. Ja, we zijn zeg maar vandaag gaan lunchen. Maar dat was mijn moeder. En morgen gaan we dan misschien met mijn vader. Dus vandaar. Niet dat je denkt van, 2 keer uit eten voor zijn verjaardag. Maar met de 2 gezinnen, zeg maar. You get it. Dus dat. En is het nu stiekem te kanen beroep. Napoleons. Komt door Jeff eigenlijk. Ja, ik let erop. Komt door Jeff eigenlijk. Want ik gaf hem een kusje. En hij
Hij had allemaal dropdingen gegeten. Maar daarin zat gelatine. En toen dacht ik van, I need drop. En ik had nog Napoleons. Drop Napoleons in mijn tas. Dus toen dacht ik, yeah. Dus dat. Kan. Het is allemaal Jeffrey's schuld. De dropverslavingen. En nu ga ik mijn vlog editen. Want het is misschien toch wel handig om rond 2 uur ongeveer te slapen. Als je volgende dag school hebt. Ja, slaapritme is echt helemaal oud. Maar ja, we hebben net 5 of 4 uur geslapen of zo. Dus op zich zijn erge dingen in het leven. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet geen dikke duim. En laat in de reacties, of trouwens nee, laat in de vlog van morgen even allemaal achter gefeliciteerd Michiel. Ook al is je dan wel een week geleden jaar geweest, maar alsnog of zo. Dus kijk morgen weer voor zijn verjaardag. En tot morgen. Doei!